Goedemorgen, vandaag is het vrijdag. Ik moet weer een les geven. Het is weer ontzettend vies weer. Het is weer heerlijk herfst. Dus ik ga de regen trotseren en op naar mijn werk. En dan zie ik jullie vanmiddag. Goedemiddag, long time no see. Ik ben net thuis. Ik heb de hele ochtend en middag heb ik gewerkt. Ik ben nog eventjes bij mijn moeder geweest. Even gezellig zitten kletsen. En nou ja, eigenlijk sloeg dat stukje vloggen vanmorgen natuurlijk ook nergens op. Want de rest van de dag hebben jullie mij eigenlijk niet gezien. Ik ga zo avondeten maken. Ik heb een bietje gekregen van goede vriendin en collega Puk. En het is een bietje uit het tuintje van Brit, als ik het goed heb. En we gaan eens eventjes kijken hoe lekker dat bietje wel niet is. Want die schijnt heel erg lekker te zijn. Ik heb er wel even een paar extra bij gehaald. Want op één bietje kun je natuurlijk niet leven. Ik ga zo vast eten klaarmaken. Paul is nog niet thuis, want die heeft de vrijdagmiddagborrel. En ja, die zal zo wel verschijnen. Ik zit nu even naar buiten te kijken en het begint meteen te regenen. Ben ik echt tussen de buien door, ben ik thuis gekomen. Maar goed, ik ga eventjes eten maken. En dan zie ik jullie zo weer. De bietjes zijn gesneden, de pastinaak en zoete aardappel en zo, die staan te koken, zodat het allemaal ongeveer even lang in de oven kan. En de rollade staat ook al in de oven. Dat heb ik echt al zo lang niet meer gegeten. Volgens mij is het de laatste keer dat ik een rollade heb gegeten. Ooit een keertje met kerst of een keer met mijn ouders. Ik kan het me niet eens meer herinneren, volgens mij. We hebben nog een keertje met kerst bij Paul's ouders iets van rollade gegeten. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, daar had ik nu opeens zo'n trek in. En ze hadden van die hele schattige kleine rolladetjes. Dus dat kunnen we met z'n tweeën wel op. En anders hebben we morgen nog wat over. Ik kreeg net trouwens een hele leuke reactie van een van mijn leerlingen op een van mijn video's. Dat is voor het eerst. En dat vind ik echt zo leuk. Dus dankjewel voor de reactie. En nou ja, sowieso vind ik het heel erg leuk om reacties te krijgen. Maar op het moment dat het mensen zijn die ik ken, dan vind ik het helemaal leuk. Dus echt heel erg bedankt. Het hondje zit te piepen. Die denkt dat ze heel erg graag naar buiten wil. Dus ik ga eens eventjes kijken of ze ook echt naar buiten wil. Mayday, wil je naar buiten? Wil je plassen? Kom. Het lijkt erop alsof ze naar buiten wil. Kom maar kijken. Kom maar kijken. Kom maar kijken. En ga maar kijken. Ga maar. Nee. En dat is het dus altijd als het regent. Het is een ontzettende diva. En als ze dan ook echt nodig moet plassen, dan gaat ze dan wel eventjes onder de tafel zitten of zo. Maar over het algemeen wil ze gewoon niet naar buiten als het regent. En ik heb eigenlijk nu niet zo'n zin om helemaal een wandeling te gaan maken in de regen met een paraplu boven haar hoofd. Dus ik wacht eventjes tot het wat droger is, zodat ik mede kan uitlaten. En dan is het eten waarschijnlijk ook klaar en is Paul weer thuis. Hè? Ja. Daar gaan we een gezellige avond van maken. Oh, ik zou jullie trouwens ook nog een pakketje laten zien van de brillen die ik had besteld. Dat ga ik zo eventjes doen. Dan kan ik er eventjes rustig voor zitten. Ik zie jullie zo. Nou, ik heb een heel leuk pakketje gekregen van Paulette. Ik moet natuurlijk niet mijn adres laten zien. Er staat ook verder nergens op dat het van Paulette is of wat dan ook. Nee, super. Echt niet. Maar goed, if undeliverable, please return to Schiedam. Geen idee, maar ik heb het idee dat ik wel weet wat erin zit. Dus ik ga hem mooi unboxen, als dat lukt. En waarschijnlijk hebben ze hem heel goed dichtgeplakt. Een zakje. Stay safe and clean. Nou heb ik geen idee wat erin zit. Het lijkt een soort van condoomzakje. Ik denk maar dat het niet is. Ja. Misschien dat er een brillendoekje in zit. Ik vind het wel heel leuk. Ja. Goeie reclame. Nou, dan is dit de bril.
Volgens mij zonder sterkte. Dit is de bril zonder sterkte. Dit is de bril waar geen sterkte in zit. Een bijzonder montuur. Ja. Het is een bril die uitdaagt tot het dragen van make-up. Dat wel. Dat. En het fijne is dat hij gewoon een kunststof neusbrug heeft. Hij heeft geen neusvleugeltjes. Niet. En deze is dus wel op sterkte. Nou, deze is nog even. Ja. Al vinden mijn brillen niet leuk. Nee, ik wel niet. Ik moet er sowieso aan wennen. Volgens mij hebben ze de... de sterkte op een hele rare plek ingeslepen. Als ik er hoofdpijn van krijg, kan ik er met hem. Dus, maar dat zijn dus mijn nieuwe brillen. En ik zal deze gewoon blijven dragen natuurlijk, want het is dezelfde sterkte. En deze ga ik dus nog glazen inslijpen. Alleen die glazen die heb ik nog. En die vond ik zonde om weg te gooien. Dus die komen hierin, want hier zit geen sterkte in. Nou, laat eventjes in de beschrijving, of in de beschrijving. Laat even in de comment achter wat jij van mijn brillen vindt. En als je het niet mooi vindt, laat het ook weten. Maar ja, het zijn mijn brillen, ik moet ze dragen. Jullie hoeven er alleen maar naar te kijken. Het is bij 11:15. De bietjes waren heel erg lekker. Expeditie Robinson was heel erg leuk. Die hebben we nog eventjes teruggekeken. En we gaan gewoon lekker vroeg naar bed. Dus bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef het filmpje dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je morgen weer. Doei!